Als ze leuk komen thuis. Met de bank zit. Goedemorgen, het is vrijdagochtend. En ik dacht gisteren nog, oh, we kunnen uitslapen. En toen keek ik aan mijn agenda, toen dacht ik, oh, ik heb gewoon 's ochtends een fysioafspraak staan. En daar ga ik altijd naartoe als ik zeg, net op school heb afgezet. Dus het was een half uurtje lang uitslapen, maar meer niet. En we moeten zo de deur uit. En nou, van gisteren, ik loop nog steeds zo moeilijk en doet zo verschrikkelijk veel pijn. Nou ja, het zal over moeten gaan. Dan kijk ik zo even. Of het beter gaat of niet, ik ben er echt net uit. Ik heb een soort van me opgemaakt. Ik heb echt dikke ogen. Ik heb heel slecht geslapen, ook door dat been vannacht. Want elke keer draaide ik en dan schoot het erheen, dus dan schoot ik wakker. Marco's 3 keer dat hij ze omdraaide, dat hij er tegenaan kwam. Nou, dan wilde ik het helemaal uitgillen. Dus echt topnacht gehad. Maar goed, we houden het glas half vol. We hebben het overleefd vannacht en we gaan er gewoon het beste van maken. Zo, lekker bij de fysio geweest en echt. Het is... Ik wil jullie iets vertellen. Ja, ja. Ik weet welke Piet er zijn gekomen. Mini Piet en Wally Piet. Ja, dus hij heeft gisteren de zwarte pieten in een vriendenboekje laten schrijven. Echt zo schattig. En ik ben bij de fysio net helemaal losgekraakt, mijn hele rugwervel. En alles losgemasseerd. En dat is zo lekker nu. Echt geweldig. Ik voel me dan zo vrij weer. Dus dat is echt top. En nu ga ik boodschappen doen. Ik ben wel heel blij dat ik Sarah nu bij me heb, want die kan me dan even helpen, want ik loop nog steeds zo verschrikkelijk moeilijk. Dus ik heb mijn kleine hulpje bij me. En jij gaat dingen voor me pakken, hè? Ja, heel fijn. 12-12. Oh, 12-12. En dat is? Hij blijft tot 12. Wauw, wat weet je dat toch weer goed. Zie je hem? Naar links, heel stuk naar links. Wel dansend, hè? Ja, daar, ja. Ja, perfect. Deze ook? Ja, mag je die op jouw pizza? Doe ze er maar in. Top. Zo, we zijn thuis en ik ben echt kapot en mijn been doet pijn. Dus we hebben even... Dit is mijn tweede... Ja, we hebben... Litchis! En we houden echt heel erg van litchis. Dus... En ik had er al een genomen. Ja, ik heb er ook al een genomen. Eén. Dit is allemaal onze tweede. Ja, lekkere zijn ze. We houden hier zo van, allebei echt. En we zijn weer onderweg. We gaan naar zwemles. Het is weer. Maar goed, Sarah heeft echt geen zin om te zwemmen en ik had echt geen zin om de deur uit te gaan, maar ja, zwemles is gewoon belangrijk. Dus we gaan het gewoon doen. Maar toen ik op het kinderfeestje was, niet? Toen nee, toen heb ik je uit... Nou, toen was het ook heel belangrijk, maar dat wilde ik je niet ontnemen. Maar stel, je zou elke week een kinderfeestje hebben, dan heb je gewoon pech. Nee! En je hebt niet elke week een kinderfeestje op vrijdag. Als je dat zou hebben, zou je pech hebben met zwemles. Bijvoorbeeld ook een keer op woensdag, dat maakt niet uit. Nou, ik pak dus de camera, want ik denk, dan vertellen we even hoe goed deze dame heeft gezwommen. En wat pank zit gaan halen, omdat je het zo goed hebt gedaan. En ik heb het hard. Maar deze klom al uit de auto. Nou, gaan we snel pank zit halen. En ik weet zeker dat we niet op tijd komen, want die mama en Maarten praten met een vriendin van haar. En ik denk gewoon dat we nu op tijd komen door die mama. Hoe kan dit ooit nog echt doorgaan? Als ze leuk komen we thuis. Met de bank zit. En heeft Sarah een kleurwedstrijd gewonnen. Laat het eens zien. Je hebt een heel. Heb je allemaal hier? Dan kan ik het zien. Nee. Dat vind jij niet leuk. Geef maar, die is wel van mij. Nee. Oh, die vind jij wel leuk. Weet ik niet. Iets van Frozen, papa. Ja. Je moet toch zoiets vangen? Het is een spel volgens mij, kijk hè.
Ja, kijk. Je moet bellen. Je kan hier bellen mee doen. Nee, hier. Dit gaat blazen. Moet je iets opzij. Ik kan de camera het ook zien. Dit blaast. En dan komen die blaadjes uit. En dan heb je een netje. Zie je? Dan moet je zoveel mogelijk vangen. Uit de lucht zo. Dat is leuk, hè? Die heb jij gewonnen met kleuren. Sarah ligt er net op bed. En EO stond nog op. Hè. Wij kijken nooit de EO. Maar kijk hoe schattig dit is. Kijk dan. Net geboren. Echt, ik ben zo verliefd. Kijk dan. Oh. Te schattig. Ik wil hem hebben. Kijk nou. Hoe mooi. Ik moet echt vaker de EO kijken, want dit is echt geweldig. Ik wilde net vroeg naar bed gaan, maar toen werd ik geappt. Er is hier in de wijk weer een inbraak geweest, daarnet. En daar zijn dus daders gepakt op hete daad. En rond dezelfde tijd als bij ons de inbraak. Dus ik krijg allemaal berichten binnen. Dus ik hoop echt dat het dezelfde zijn. Maar wat we een beetje gehoord hebben, is dat die groep gewoon heel erg bezig is in deze wijk. Dus ik ben echt benieuwd. En de berichten staat bij de een dat er één gepakt is. De ander zegt twee van de drie gepakt. Want ze werken dus elke keer in groepjes. Maar misschien zou het aan het einde van het verhaal zijn. Want we hebben natuurlijk... Het is nu vrijdag en dinsdag was dat. Ja, deze week toch? Ja, volgens mij wel. Ja, dus een paar dagen geleden ook bij bekenden van ons. Vlakbij, echt nou ja, 3 minuten lopen. En ze zijn zo bezig. Maar goed, ik heb dus de hele tijd zitten appen en zitten lezen op de groepen waar allemaal informatie vandaan komt. Dus ja, ondertussen is het gewoon echt heel laat door al die berichtjes. Dus ik ga nu wel naar mijn bed. Ik zeg echt te vaak, dat merk ik ook met editen, maar dan wil ik zoveel zeggen dat er uiteindelijk alleen maar uitkomt. En dat ik gewoon niet meer weet wat ik allemaal wilde zeggen. Ik ga mijn bed in. Abonneer je even op mijn kanaal als je dat nog niet gedaan hebt. Vind ik heel erg leuk. En dan zie ik je morgen. Doei doei!